Ja, Jordi, je laat je gelijk zien. Als jeugdspeler bij die selectie je doelpunt meepikken, dan schrijf je jezelf de geschiedenisboeken in, hè? Ja, dat is een beetje ver, de geschiedenisboeken. Ik heb denk ik een goede indruk achtergelaten. Ik heb met plezier op het veld gestaan en genoten van deze kans. Vertel eens wat over jezelf. Hoe lang zit je al bij Feyenoord? Wat voor speler ben je? Ik ben een verdedigende middenvelder die al 11 jaar bij Feyenoord speelt. In de onder 8 ben ik naar Feyenoord toegekomen en voetbal hier al met 11 jaar met plezier. Ik ben een middenvelder die vaak in de duels komt, maar ook best wel vaak in scoringspositie komt. En dat was vandaag wel denk ik wel te zien. Ja, want dat is hoe bij Feyenoord een defensieve middenvelder, hoe ze die graag zien en dat hij toch af en toe zijn goaltje meepikt. Ja, zeker weten. En ik ben blij dat ik nu tot zijn recht komt en dat ik hem kan maken.